70 minuten hele tijd vol. Dat was op het moment hij eruit gehaald door zijn coach, trainer. En hij is kandidaat om sportman van het jaar te worden hier in Horen. Dat is nummer 1. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is Tobias Kiesbaum, een zeiler van de watersportvereniging Horen. Europa Cup winnaar. Kijk eens even wat een prachtige foto in zijn laser. Laserstandaard. Prachtig. En we hebben gehoord vanavond, hè, dat hij vanavond hier niet kan zijn, maar het is zijn familie wel. En dan deze geweldige kogelslingeraar, Vincent Onos, dit jaar weer tot 65, 54 komen. En als ik u vertel dat het vroeger een snelwandelaar was, en nu is het de beste kogelslingeraar van Nederland, Vincent Onos. 3 kandidaten, prijsuitreiker, Pim van Ilten, zou je naar voren willen komen en envelop willen ophalen bij Kees Schipper. En dan horen we zo meteen wie de sportsman van Horen 2010 is geworden. Daar komt Wim, gemeenteraadslid van de gemeente Horen. Al jaren, hoeveel jaar al Wim? 10 jaar. 10 jaar, maar als ik jou zie, denk ik aan de honger. Ja, wat wou je zeggen? Ja, eigenlijk te lang. Eigenlijk te lang. Zei je vrouw dat net, toen je mee? Dacht het wel, oké. Als ik jou zie, denk ik ook aan de hoffers. Goed gedaan, hè? Uitstekend, en ze zijn echt, staan nu op de derde plaats. En ze even vergelijkbaar met het voetbal, sinds op hetzelfde niveau als de topklasse Hollandia. Alsjeblieft. Oké, zo, dat weet ik dan ook weer. Ja, oké. We gaan de afloop overmaken. En dan gaan we zo onthullen of dat Lorenzo, Tobias of Vincent sportsman van het jaar 2010 is geworden. Nou, Wim, zeg het maar. Sportman. Ik hoor bij zo'n deze. Sportman van het jaar, want dan kan ik mezelf ook horen. En ik vind het een hele eer om het te mogen uitspreken. Lorenzo Emicilio. Lorenzo. Lorenzo, daar komt ie. Wim, oh jee, je zit er wel bij, hè? Ja, zonder meer, want kijk, hij heeft zijn debuut gemaakt natuurlijk vorige week. Maar hij is hier opgegroeid, hier gekneed zou ik kunnen zeggen. En trots dat hij hier staat als sportman van het jaar. Lorenzo, ja, je mag het zeggen. Lorenzo, dames en heren. Nou, ik wil iedereen verwelkomen. Iedereen bedankt die op mij heeft gestemd. Ik ben best wel zenuwachtig op dit moment, maar dat is natuurlijk logisch. Ik wil iedereen een fijne kerst wensen en het beste voor het nieuwe jaar 2011. Dankjewel, Lorenzo. Alvast, je bent nog niet van af, Lorenzo, kom even. En je bent nog bloemen. Dankjewel, Wim. Jij krijgt nog bloemen horen van Hans. Maar Hans, het programma gaat verder dan Hans. Hans moet ook uitkijken. Ja. Die... Lorenzo, wacht even, Lorenzo. Natuurlijk heb ik even gezocht. Ik heb gevonden dat je oma destijds in het Surinaamse vrouwenelftal speelde. Dat heb jij niet meer meegemaakt. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Jij hebt bij AZ gespeeld, je hebt in Horen gespeeld, je speelt nu bij Ajax, een jong Ajax. Ja, A1-team onder Frank de Boer, je speelt in het Nederlands jeugdteam, onder 19 jaar. Klopt allemaal, maar ik kom toch even terug, want je bent de laatste tijd heel veel in het nieuws. Ik heb je ook gisteravond weer op Studiosport gezien, dat hard van jou, hè? 14 jaar was hij, toen zat hij bij de tandarts. En toen, vind je het vervelend dat ik erover begin? Nee, ik ben gewend, maar ja, natuurlijk vervelend, maar ik ben er bovenop gekomen en ik kijk uit naar mooie jaren. Wat heb je dan? Ik heb een defibrillator. Een soort pacemaker. Ja, in mijn borstkast. Dus, En ondanks dat speel je gewoon in Ajax 1, speelt het Nederlands jeugdteam. Ja, gaat fantastisch. Was je vandaag opgesteld worden als jullie tegen Feyenoord hadden gespeeld? Ja. Wil je beloven dat als jullie in januari tegen Feyenoord spelen, dat je een beetje niet je best doet? Nee. Sorry. Dat beloof ik niet. Of die het succes hoort. Sportman van het jaar, Lorenzo Emicilio. Dank u wel.